Waterschap Groot Zalland en Waterschap Vechtstromen is een wedstrijd uitgeschreven om een probleem met vispassages op te lossen. En daar heb ik aan meegedaan. Dan ga je denken en schetsen en kladderen op papier, afpellen waar gaat het nou eigenlijk om. De belangrijkste onderdelen eruit zien te halen en kijken, kan ik daar iets voor bedenken dat anders is dan dat we nu gebruiken. Ik weet wat ik wil, of ik heb van tevoren bepaald hoe ik denk dat het zou moeten. En daar ga ik gericht op zoeken, kan ik daar de onderdelen bij vinden om dat mogelijk te maken. En dan is Google gewoon super. Uiteindelijk heb ik het idee zelf ontwikkeld en ik ben natuurlijk bij een paar mensen uit vakgebieden waar ik dan niet zo goed in zit, ben ik gaan vragen, joh, zou dat kunnen? Nou, en die denken dan met je mee en dan zeggen ze van, nou, als je het zo en zo doet, dan kan dat. En dan gaan we dat gewoon proberen. Ja, het is ingrediënten uit andere keukens tot een nieuwe maaltijd maken. En toen dacht ik van meteen van, nou, daar gaan we eens even goed voor zitten. Nou, dan moet je dan gewoon bouwen en dan, als het niet werkt, nou, dan sluit je hem anders aan. En, dan zien we het. En als hij het dan wel doet, dan is het goed. Het is wel een kwestie van, vooral voor de mensen die er uiteindelijk mee te maken krijgen, die moet je gewoon bij betrekken. We hebben het geluk als waterschap dat wij gewoon werkplaatsen en medewerkers hebben die ook gewoon handig zijn. In dit geval ook zijn, ben ik gewoon met BTW zijn we gaan zitten van, joh, ik wil dit eigenlijk maken, lijkt je leuk om mee te doen? Ja, hoe zullen we dat gaan doen? Nou, dan loop je de werkplaats in, dan gaan we eens even op de stapel met materialen kijken. Ja, ik denk dat we het daar wel mee kan. Ja, denk ik ook. Nou, heb de zaag erin, heb de andere machines eroverheen. Was dit wat je bedoelde? Ja. Oké, nou, volgende stapje. Gaandeweg wordt het gewoon steeds completer. Nou, zal ik zeggen, een dag hebben we met elkaar gezet. Met twee man. Als je ziet dat als een ding geplaatst wordt en het gaat allemaal zoals je bedacht hebt dat het zou moeten. Heel makkelijk en het werkt gewoon direct. En ja, dat is gewoon, dat is natuurlijk super. Hey, verder, hij heeft helemaal niks nodig, hij draait helemaal op zichzelf. Hij regelt alles zelf. De vraag is altijd, blijven dingen functioneren? Nou ja, goed, hij staat er nu bijna een jaar in. Nou ja, je ziet het, hij doet het gewoon nog steeds. En we hebben er nog niks aan gedaan. Als zo'n ding dan klaar is of het gaat werken, dat ik dan bij mezelf denk van, zie je wel, ik was zo gek nog niet. Ik heb alweer een raar idee en toch kan ik het waarmaken. En het doet het. En dan denk ik van, ja, super.